NTR. Goedenavond, vandaag in Kunststof TV. Wie ontvangt de Gouden Ganzenveer 2014? U hoort het zo. Nederlands hoop voor het cabaret. Louise Korthals is hier. En Peter Buwalda's Bonita Avenue, de bestseller, is nu ook een hoorspel met een hoofdrol voor Georgina Verbaan. De Ganzenveer, want we gaan praten met het grootste cabaret-talent van Nederland. Nou, ik voer de druk nog even op, Louise. Ja, heel ontspannen, heel ontspannen. Ja, want je zult er maar een prijs voor krijgen. Die kreeg jij dus, Nederlands Hoop, voor jouw programma Vlieguur. Dat je nu nog speelt, trouwens. Klopt. En je gaat later dit jaar ook nog weer een volgende programma spelen. Toch maar even, net liet je het al een beetje doorschemeren. Maar voel je een last op je schouders nu je die Nederlands Hoop hebt? Ik probeer er geen last van te maken. Maar het is inderdaad wel frappant hoe vaak mensen zeggen... nou, en dan nu die tweede, en dan nu die tweede. Dat toen zei iemand op een gegeven moment ook tegen mij... die zegt, goh, Louise, maak gewoon een programma, al is het je 8e programma. Maar ik heb weer een beetje wat David ook zegt... van ik wil gewoon het verhaal vertellen wat ik graag wil vertellen. En wat het bizarre was aan dat dit programma zo goed ontvangen is... is eigenlijk... dat ik dat dus ook had gedaan. Ik had geen compromissen gesloten. Ja. En ik dacht, god, misschien is het wel niet grappig genoeg. Misschien zitten er wel te weinig snelle one-liners in. Zitten er wel... Maar ik dacht op een gegeven moment, ja, dit, hier heb ik wat mee. Hier kan ik me mee verbinden intern met dit verhaal. Dit doet me wat. En dat ben ik gaan vertellen. En als dat dan zo ontvangen wordt, dan is dat wel heel gaaf. Ja, maar dat is heel gaaf. En dat gold voor Peter Buwalda ook. Dat het heel gaaf was dat het Bonita Avenue zo goed ging. Maar dan die tweede. Ja, ik heb daar dus geen last van eigenlijk. Nee? Nee. Ja, als je een roman schrijft, dat zullen jullie ook beamen. De lat ligt zo hoog als je wil natuurlijk. Nou ja, jullie verwachten iets van Buwalda. Ja, maar ik zelf ook. Ja. Ik verwacht ook iets van Buwalda. Dus dat maakt totaal geen verschil eigenlijk. Ik ga bij hem zitten, denk ik. Bij de tweede volgende week bij hem uitzending. Ja. En toen gaf hij dit allemaal. Ik dacht, Ja, nee, maar je schept voor jezelf het grootst mogelijke probleem. Een roman schrijven die je zelf zou willen lezen. Dat is bijna onmogelijk. Dus wat de rest daarvan vindt, maakt eigenlijk geen verschil. Ja. Kun jij dat nu, want je bent bezig met je tweede programma... dat je in mei gaat spelen, dat je toch kan loslaten... en denken als ik het maar goed vind? Nou, ik ga dat in ieder geval proberen, uiteraard. Want zo heb ik het altijd gedaan. Het is eigenlijk altijd... Het lastigste, dat is het gekke, om bij jezelf te blijven. Dus om te blijven denken van, wat vind ik leuk? Wat vind ik bijzonder? Wat vind ik mooi? Ja. Ja. En dat vind ik hetzelfde als dat Annie M. G. Schmid, die zei op een gegeven moment... die kreeg de vraag van, wanneer weet je of iets grappig is? Ja. Toen zei Annie, die zei... als ik het grappig vind. Ja, zo simpel is het. Als ik er vreselijk om moet lachen in de kroeg, dan is het kennelijk heel grappig. Ja. Nou, dat is gelukt met Vlieguur natuurlijk. Dat is een groot succes geworden, Nederlands Hoop. Nogmaals, je speelt het nog. Het is eigenlijk, ik heb hem gezien, een voorstelling vol met verhalen. Ja. Ben je een verhalenverteller? Ja, ik geloof het dus wel. Ja. Ja, ik geloof het dus wel. Ik vind het ook heel leuk om verhalen te vertellen. Want ik heb een beetje ook wat David zegt. Ik hou ervan om te kijken om me heen wat er nou gebeurt. En hoe mensen leven, wat mensen doen. En mensen zijn verschrikkelijk grappig. Vaak ook, hè? Ik vind mensen ontzettend grappig in hoe we een poging doen om er wat van te maken. En, ja, dat was in Congo toch niet altijd het geval? Nee, sorry. Nou, bij Louise wel, want laten we even bij kijken. Bij mij was het heel leuk. Met andere ogen. Een fragment uit jouw voorstelling, want dan weten we een beetje waar we het over hebben. Je vertelt hier over jouw angst om ooit een doorgefokte Gooise labrador te worden. Oh, ja. Zelf. Ja. Weet je, zo'n beest dat de hele dag een beetje ligt te wachten in zijn vet. Tot hij weer dat ene zelfde rondje langs die vijver mag lopen. Die hij al 15 jaar loopt. Zelfstandig, want zijn baas, die hebben er ook geen zin meer in. Weet je, en dat hij dan op één dag datzelfde rondje langs die vijver loopt. En dat hij dan bij hoge uitzondering een bloedgeile, mooie, loopse teef ziet. En dat hij dan denkt, ja, ze kan ook op mij afkomen. Ja.
Een beetje de rode draad ook wel, vind ik, in jouw voorstelling. Wat moeten we nou eigenlijk? En zijn we niet volgevreten met z'n allen? Weten we niet meer wat we moeten? Is dit een angst, echt een angst voor jou? Dat je zo wordt? Ja, het was wel een angst voor me. Ja, we hebben het nu over verlammen de hele tijd. En dit is eigenlijk een ander soort verlamming. Maar wat nou wel een angst. Kijk, we hebben natuurlijk helemaal... wij hebben alle primaire levensbehoeften. Weet je, wij hoeven ons daar niet meer druk over te maken. Dus het is best wel makkelijk om achterover te gaan zitten en denken, hè, ook als je het ergens ethisch niet mee eens bent, of zo, dat je denkt, nou ja, dan waait het wel weer over. Ja, dat gaat wel weer voorbij. Ja. En ik heb wel de verbazing gehad dat ik dacht, nou ja, dit. Hè, ik schreef bijvoorbeeld dit programma. Nou, toen zat Wilders nog in de regering, in het kabinet. Nou, er gebeurden best wel dingen dat ik dacht, jemig, er mag toch best een beetje een moreel belang verdedigd worden hier en daar. Maar vind je dus dat te weinig gebeurde, dat wij allemaal te volgevreten zijn en te weinig kritisch? Nou ja, wij allemaal. Het was vooral zo frappant dat ik zelf ook op die bank zat. Terwijl ik dus het was niet zozeer, ik dacht, ja, waarom doen we dat niet? En dan keek ik naar mezelf en dan zat ik ook een beetje zo volgevreten op die bank, dat allemaal aan te zien. En toen dacht ik, ja, wat is dat? Wanneer komen we in beweging? Weet je, wat... Oh, als een gouden ganzenveer te... Te winnen valt het. Peter Buwald aan beweging, ja. En jij bent het altijd anders. Ja. Toch. Jij voelt je niet verwant met het beeld dat hier geschept wordt, lijkt me. Een dikke labrador zit er bij mij echt niet zo snel in. Nee, maar het is wel interessant, want inderdaad, in België is op dat gebied veel meer aan de gang dan in Nederland. Dat is echt zo. Maar want Tom Lanois doet het ook. Ja. Die is ook politiek maar echt actief. De Vlaamse literatuur is altijd ook politieker geweest. Veel politieker. Altijd deel geweest van de Vlaamse beweging. Heeft zich altijd verhouden opzichte van de Vlaamse kwestie. En ik denk dat er in Nederland misschien veel meer... ik weet het niet. Ik denk dat het literatuur voor een stuk verzelfstandigd is. Larpoulard, hè? Een beetje larpoulard geworden, ja. Maar met cabaret weet ik het eigenlijk niet. Want je hebt toch ook een soort rebels cabaret. Die hebt toch ook... Niet veel meer, hoor. Er is natuurlijk lange tijd is er heel veel provocatie geweest, weet je wel? Dat elk taboe moest zo'n beetje doorbroken worden. En nu inmiddels lijkt het alsof we op een soort punt zijn gekomen dat, ja, daar is het nu eigenlijk al zo hard tegen alle taboes geschopt dat nu weten we het wel. Echt heel chockerend kan het bijna niet meer worden. We hebben alles wel zo'n beetje gezien. Dus maar om dan maar meteen labrador te worden, dat is toch vrij snel? Nee. Weet je wat, Louise? Ik zou trouwens... We gaan naar je luisteren. Want je hebt je muzikanten meegenomen. Als je alvast die kant op wil lopen, dan ga ik je aankondigen. We gaan zo meteen natuurlijk nog praten met Georgina Verbaan en Peter Buwalda over Bonita Avenue, het hoorspel. Dat aanstaande vrijdag bij de NTR begint. Maar eerst dus Louise Korthals uit dat programma Vlieguur. De wereld in een lied. Louise Korthals. Zou de wereld willen vangen in dit lied. Van de Donau tot de Rijn, laat het er allemaal maar zijn. Ik zou de wereld willen vangen in dit lied. Ik zou bossen willen planten in dit lied. Hele pagina's van kranten in dit lied. Ik zou de wereld willen voeden, u voor elk gevaar behoeden. Zelfs een daad in koele bloeden in dit lied. Ik zou me zo kunnen verzuipen in dit lied. Ik laat dictators huilend kruipen in dit lied. Ik hang slingers aan een boom en laat de noordenwind maar komen. Zelfs er te veel aan chromosomen in dit lied. Ik maak de nacht oneindig in dit lied. Ik maak de toon venijnig in dit lied. Of afschuwelijk chagrijnig, dat vindt iedereen toch geinig. Ja, echt alles is te weinig voor dit lied. Ik zou mezelf kunnen verhangen in dit lied. Onbevlekt kunnen ontvangen in dit lied. Ik zou mezelf kunnen verlaten, mijn geschiedenis gaan haten. Afrikaans kunnen gaan praten in dit lied. Ik kan de hoogste berg trotseren in dit lied. Ik kan in Galiër creperen in dit lied. Ik kan mijn tanden zo verliezen met een bek van gouden kiezen. Pak ik zo mijn biezen in dit lied. Ik zou het onrecht willen stoppen in dit lied. Ik zou het city willen hoppen in dit lied. Ik zou het tij wel willen keren en de weg willen ontberen. Om een fucking kraag te kleren in dit lied. Ik zou mijn fiets kunnen bewaken in dit lied. Ik kan ook wekenlang gaan staken in dit lied. Ik zou zonder overdrijven hele boeken kunnen schrijven. Ik zou een jaar kunnen verblijven in dit lied. Ik zou
het groene kunnen falen met dit lied. Ik zou de headlines kunnen halen met dit lied. Ik kan vol begrijpen in de hele lege stil bemin. Ik zou ermee kunnen beginnen in dit lied. Ik zou de wereld willen vangen in dit lied. Ik heb een grenzeloos verlangen in dit lied. Want iemand moet voorkomen dat we niet meer durven dromen. En daar zal ik voor schromen in dit lied. Louise Korthals uit Vlieguren. Kom er weer bij, Louise. Dan kan ik nog even zeggen dat je de komende week te zien bent met dat programma in Amstelveen, in Oldenzaal, Nieuwegein en Amsterdam. En vanaf mei dus met dat nieuwe tweede programma, zeg ik maar alvast. Bonita.